Na een kille lange zwarte stille nacht glijdt de eerste zonnestraal naar binnen. Mijn gevoel vertelt me dat je aan me dacht en dat je op betere tijden wacht. Ja jongens, we staan hier op de plek waar meer dan 23 jaar geleden deze meneer startte om uiteindelijk een geweldig avontuur aan te gaan. Hij werd de winnaar van de Elfsteenpot. Wilsenbos of Algenen? Het wordt Algenen, heet Algenen! Vandaag gaan we weer een groot avontuur aan. We gaan de Elfsteenpot weer doen. Nu op de fiets langs 11 verzorgingshuizen en verpleeghuizen. En dat doen we allemaal voor de actie Friesland in Verbinding. Dat doen ze inderdaad echt om oude mensen een hart onder de riem te steken. En om te laten zien dat ze er niet alleen zijn in deze periode. Dus ik vind het echt fantastisch dat deze heren dat vandaag gaan doen. We zijn op afstand, nog altijd dichtbij. Lijken we samen alleen. We zijn op afstand, nog altijd dichtbij. We komen er samen doorheen. We zijn altijd dichtbij. Voor alle helden die nu opstaan, als een rots in de branding voor de kust, die voor een ander door het vuur gaan. Deze helden, daar kun je van op aan. Als de vogel in zijn lied zingt, als een ster. Zullen wij voor je zijn, zullen wij voor je sturen we kracht. We zijn op afstand, nog altijd dichtbij. Lijken we samen alleen. We zijn op afstand, nog altijd dichtbij. We komen er samen. Wat je ziet, hoeveel inzet en zorg er is bij de medewerkers, die moeten natuurlijk heel veel dingen meer doen en mensen een hart onder de riem steken dan in normale tijden. Want dan is de familie er en dan zijn er kennissen en zo om dat op te vangen. Nu doen die mensen dat allemaal en wij hebben er vandaag ook een steentje bij te dragen. En dat voelt gewoon hartstikke goed. We zijn op afstand, nog altijd dichtbij. Lijken we samen alleen. Zijn op afstand, nog altijd dichtbij. Komen er samen doorheen. Trouw maar op mij, mij en mij. Trouw maar op mij, mij en mij. We hebben eigenlijk echt een hele mooie emotionele. Dat hadden we dus ook zo top weer. Siep en ik hebben er echt enorm van genoten. En ik denk dat we iets terug hebben kunnen doen voor de zorgmensen die de laatste maand enorm hard gewerkt hebben en heel veel onder druk gestaan. En dat was uiteindelijk het hoofddoel van vandaag. Voor mij was dit persoonlijk de beste verbindingsdag van de laatste 3 maanden. We zijn altijd dichtbij.